Een naaktfoto delen is al gewaagd, maar dat ook nog eens toegeven op tv gaat dan nog even wat verder. Heb je wel eens een naaktfoto van jezelf aan iemand verstuurd? Nee. Nee. Ik ook niet. Jij ook niet? Nee. Nee. Maar wel aan gedacht. Nou ja, de enige foto die ik heb gestuurd was in Curaçao. Ja, daar is het warm, dus je hebt geen shirt aan. Dat is het enige, ja. Weet je, verder niet zoveel eigenlijk. Dus, Nee, nooit. Ook nooit ontvangen? Oeh, dat wel. Wat zag je dan op die foto? Een naakt lichaam van een meisje. Ja, pakken. Dit gaat... Nee. Ja, ik heb het wel eens gedaan. Nee, ook. Ja. Ik heb het wel eens naar haar gestuurd, ja. Ja. Maar niet heel vaak. Dat was echt 3 jaar terug of zo, denk ik. Ja. Heb je ooit een naaktfoto van jezelf verstuurd aan iemand? Heel direct, hè? Ja. Ja, ik ook, eigenlijk. Ja. Naar elkaar toevallig? Nee. Ik weet niet hoeveel jullie nog willen weten eigenlijk. Dat is wel heel raar. En wat heb je dan verstuurd? Van alles wel een beetje. Van mijn kleine teen naar mijn oog, maar ook alles ertussen. Ja. Niemand antwoorden. Heb je wel eens een naaktfoto van jezelf aan iemand verstuurd? Nee, eigenlijk niet. Jij? Ik ook niet. Nee. Ook niet naar elkaar? Ja, dat wel. Dat telt dus ook mee. Oké. Ja, het was na 8 jaar, dus dan heb ik zoiets, dan heb ik wel zoveel vertrouwen dat het... Bij ons blijft. Ja. Ik ben Juliette, ben 20 jaar en ik dans graag. Ja, wat is je droom? Mijn droom is een eigen zaak, restaurant of iets. Heb je wel eens een naaktfoto van jezelf aan iemand verstuurd? Nee. Nee. Ook niet ontvangen? Ontvangen wel vaak genoeg. Ja, helaas wel. En wat sturen mensen dan? Gewoon dickpics van borsten, billen, dat soort dingen. Ja. Kan je dat waarderen? Sommige billen wel, maar ja, voor de rest hoeft het voor mij niet echt per se. En klopt je mensenkennis een beetje bij deze video? Klik dan duim omhoog. Wil je meer video's zien? Klik dan hier. En vergeet je hieronder niet te abonneren op ons kanaal.